gaan we die pistolen gaan we uitbeden. We gaan de entreco van de stomp afhalen. Dit is de stomp, meestal zit de biefstuk aan. Dit is de entreco. De ossehaas heb ik eruit gehaald. Vanochtend al. Die hadden we nodig. Deze stomp heeft 2 weken afgehangen in onze mooie dwaaieetsel. Dikke lende, zijlende, entreco. Nu gaan we de staartbeen afhalen van de schaambeen. Onder het schaambeen, daar komt het staartstuk uit. En het staartstukje is toch wel een van de mooiste dingen om dat in zijn geheel te braden. Waarom? Mooie structuur. Een beetje door elkaar heen liggend, de structuur van het vlees. Maar het belangrijkste is een mooi stukje vet aan de onderkant. Dat zie je hier al liggen. Een stukje vet van het staartstuk. Dan gaan we even rondom het schaambeen. Met de heupbeen. Dit is het schaambeen. Dit is de heupbeen. Die gaan we nu uithalen. Die snij ik de bovenbil van de schaambeen. Dit grote stuk, dat is de bovenbil. Voornamelijk biefstuk. Een gewone biefstuk en een korenbiefstuk. Dit is een 100% Aberdeen Angus. En hij komt van de Orkney-eilanden. Orkney-eilanden, dat ligt boven de Schotse hooglanden. En daar komt het rundvlees vandaan. Het is bijna wildvlees. Ze lopen ook alleen maar buiten daar. Ze kunnen gewoon uit de zee kunnen ze water pakken. Dan drinken ze het water. En ze worden alleen de laatste maand worden ze een klein beetje bijgevoederd. Dus ze komen niet in stallen. Zelfs in de winter. En daar is het echt winter. Kunnen ze schuilen achter de struiken, bossen, bomen die er staan. Maar je ziet het ook aan de kleur vlees. Het is echt donker. En dat is mooi van dit vlees. Heel veel smaak. En wij hangen het even af. 2 weken. Zodat vlees malser kan worden. Als ze geslacht worden, gaan de spierweefsels in elkaar zitten. En hoe langer je hem laat rijpen, gaan de vezels rustig aan elkaar staan. En daardoor wordt hij ook mals. Nou, nu gaan we de bovenbil van de bilpijp afhalen. Dit spierstuk. Hieronder komt een peezijntje. En in het peezijn zit een hele mooi biefstukje. De peezijnbiefstuk. Kijk, hier zit het peezijntje. De achtermuis, daar maken we wat rookvlees van. Vroeger werd het verkocht als biefstuk. Maar dat vind ik niet mooi mals genoeg voor de rosbief. Dus daarom doen we dat zouten. 6 weken en dan snijden we dan heel dun voor de rookvlees. Hier hebben we de achterschenkel. Maken we los van de peezijnt. Hier komt hij los. De schenkel gebruiken we uiteraard voor de soep. Maar als je hem uit elkaar splitst, uit mijn de splits, zitten erin 2 fantastische biefstukjes. Maar er is bijna niemand in Nederland dat doet. Ik zelf heb in België en Frankrijk gewerkt. En daar was het normaal dat we de schenkel deden uitbenen. En de 2 biefstukjes eruit hielden. Dat was erg geliefd. Eigenlijk net zo mooi als het biefstukje van de peezijnt. Die gaan we laten zien. 2 hele kleine biefstukjes, maar super lekker. Nou, dit is dan de spierstuk met de bilpijp. Gaan we eerst de bilpijp eruit halen. Hier komt de knieschijf los. De knieschijf zit in het spierstuk. En het spierstuk heeft 2 mooie biefstukken. De dikke kogel, de dunne kogel. En een stukje rosbief, een dikke plaat. Deze koe, die hebben 1 keer gekalverd. Dan zal deze ongeveer 24 maanden zijn, iets ouder. Maar ik heb af en toe ook die 2 keer gekalverd zijn. Die zijn ook heel mooi, joh. Ze doen af en toe wel
minder positief over als je twee kalven, maar voor dit mooie Schotse vlees is dat niet erg als ze twee keer gekalverd hebben. Maar je ziet ook het hele donkere vleeskleur, gewoon donker, bijna wild. En als je hier in Nederland kijkt, in de vitrines, dan is het allemaal heel mooi lichtrood. Mooie kleur, heel waterig, vochtig, het kleurvlees. Het is wel heel mals vaak, maar wel weinig smaak. En dit is vlees waar je moet kauwen, met heel veel smaak. Dit is dan de bilpijp. En dit stukje, daar haal je mergpijpjes uit, voor de bouillon. En als je merg eruit haalt uit de bilpijp, dan kun je fantastisch mee gratineren. Bijvoorbeeld met een aardappel of even in een saus opbinden. Ook heel mooi. Kijk, nu hebben we bijna alle botjes eruit. Even de knieschijf uit de spierstuk halen. Dit is de knieschijf. Nu gaan we de spierstuk van de platte bil afhalen. De platte bil braden we altijd mooi rosé voor rosbief voor vleeswaren. En ook dat stukje werd vroeger heel veel verkocht voor rosbief, voor de consument, maar dat vinden we ook niet mals genoeg. Als je als vleeswaren doet, snijdt het heel dun op snijmachine, dan is hij gewoon mals. Maar als je al iets dikker snijdt, dan blijft hij al ietsje stugger. Kijk, dit is het spierstuk vanuit de zijlende. De zijlende, dit stukje, kun je fantastisch ragout van maken. Blijft een mooi blokje. Bijvoorbeeld voor kroketten, fantastisch vlees ervoor. Bierstukjes, er zitten twee mooie bierstukken in. De kogelbierstuk komt eruit. Dan praten wij over de dunne kogel en de dikke kogel. Mooi mals. En dan heb je één groot stuk, dat noemen wij dikke plaat. En daar snijden we de rosbief voor in de winkel. Maar daar zit geen vet aan. Dit is een stukje liefstuk. Fantastisch voor ragout of voor braadvlees. Kijk, het vet kun je eraan laten. Maar de mensen bij mij in de winkel, voor ragout willen ze dat zonder vet. Dus vandaar dat het vet even eraf halen. Kijk. Stuk. Mooi braadvlees. Hier hebben we de dikke lende en hier heb je de zijlende. De zijlende die ligt op de staartstuk. En de staartstuk dat is toch wel ons favoriete stukje vlees van de stomp. Dus in dit geheel doen wij een stomp. Zonder lende, zonder cote buff. Dus dan gaan we eerst even de dikke lende met de zijlende eraf halen. Die zit aan elkaar vast, dikke lende, zijlende. En hier komt een heel mooi stukje vlees. Hier ligt de staartstuk. Met aan de onderkant vetje. Ik durf niet te zeggen dat het nog steeds niet gedaan wordt, dat weet ik dus niet. Maar vroeger werd het staartstuk verkocht als antico. In Brazilië, Uruguay, Argentinië staat daar echt bovenaan. Dit kleine stukje vet op de staartstuk bevat kliertjes, die gaan we even eraf halen. Dat willen we niet. Nou, hier heb je dan het staartstuk. Gaan we eerst even de achtermuis van de zijkant platte bil afhalen van de peeseind. Nou, de achtermuis die gaan we inzouten. 6 weken in de zout laten liggen. 2 weken drogen. Dan gaat die in de verkoop. Met kruiden, zout. Daar laten we in rijpen. Dan hebben we hier de peeseind. Die halen we van de platte bil af. De peeseind. Dan hebben we hier de platte bil met staartstuk, zijkant platte bil. Zijkant platte bil, minder mals, maar wel mooi om aan een stukje te braden. Zeer geschikt. Of wat ook mooi is, dan heeft het wel een mooie bite. Maak hem nou schoon voor steektaart. Snijmeer is heel fijn, dan hak je hem. Erg geschikt voor. Het is vast van structuur, dus je moet het lekker op bijten op dat moment. Nou, hier snijden we de platte bil van de runderstaartstuk af.
Dit is een runderstaartstukje. Met een mooi stukje vet nog aan de onderkant. Dit stukje vet snijden we even eraf, dat is iets te veel. Als je dit lekker stukje vlees in de oven wil bereiden, is ons advies altijd eerst flink aan te braden in de pan. Dus met roomboter, van tevoren zout en peper. Want als je dan aanbakt, dan bak je de zout en peperbakje in het vlees. En dat is wel erg lekker. Niet denken dat het vlees droog wordt, dat het vocht eruit gaat. Het vocht is toch al uit, omdat dit gedraaid ees is. Afgehangen is het vlees toch een mals. Met zout, als je dat inbakt, dat is gewoon lekker. Hier haal het vliesje van de staartstuk af. Die bewaren we altijd. Fantastisch voor een bouillon. Nooit weggooien. Daar maak je bouillon mee. Dus met de botten die we over hebben, met alle vliezen, maken we bouillon voor. Voor onze eigen soepen, sauzen en kroketten. Dus hier een staartstukje. Even mooi een beetje bijsnijden. Dit stuk van de staartstuk is minder mals. Dus als je een staartstukje koopt, koop je altijd het puntje. Kijk, hier heb je het puntje. En dat is het mooiste stukje, mals stukje van de staartstuk. Hoe verder je naar de achterkant gaat, het verlengen van de platte bil, zeg maar dit stukje, dit is minder mals. Maar als je dat heel mooi dun snijdt, dan kan het wel. Maar altijd, de eerste stuk van ruim een kilo, dat is gewoon het lekkerste. Aanbakken, flink aanbakken, krokant aanbakken en dan even verder garen in de oven. Op 160 graden, niet te lang, een minuutje of 25. Als dat gebeurt is het oven uitzetten, deurtje op een kier en 10 minuten later rusten in de warme oven. Doe wel in de pan waar die aangebakken is, zet dat samen in de oven. Want dan gaat die rustig door in zijn vet. Vetzuur wordt het dan. Dat haal je even uit de pan en dan serveer je dan gewoon erbij, bij de staartstuk. Dat blijft gewoon het lekkerste. Je kunt wel heel een luxe sausje maken, maar toch gewoon het vlees waarin gegaard is, is wel het lekkerste. Ik adviseer om de staartstuk op 54 graden te doen, dan is hij nog mooi rosé. Ik zal hem even een stukje pakken. Deze hebben we gebraden op de kern van 54. Mooi rood. Een runderstaartstukje, dit zal zijn 1200 gram. Doen we ook vaak voor cateringpartijen op onze Black Bastard. Dus de tegenhanger van de collega van Green Egg. We stoken de Black Bastard heel hoog op, 400 graden. Die echt op z'n heet is. En dan gaan we dit roosteren op echt goede houtskool, 10 minuten. Maar echt heet. Bijblijven, regelmatig draaien. En zul je zien, dan ga je niet meer heel langzaam en lang garen. Dat is dat te weinig smaak. Zo creëer je echt smaak op het vlees. Oké, hebben we hier de peesend? Peesend heeft 4 onderdelen. Een baklap, dus zeg maar iets minder mals als biefstuk. Maar wel lekker hoor. En een haringtje. Haring noemen ze ook wel boedievlees. Daar kun je fantastisch bouillon van maken. En daarna eet je het vlees, eet je met zuur en mosterd. Dus denk aan een uitje, augurkje. Dus we gaan eerst even de baklapjes schoonmaken. Het vlies gebruiken voor de bouillon, voor onze sauzen. Bouillons, soepen. Kijk, dit is de haring. Dit is het hoofdgedeelte, het baklapje. En in het midden, daar zit het biefstukje. Die gaan we nu loshalen. Kijk, hier komt het hele mooie biefstukje van de peesend. En ik weet, dat is het absolute favoriet van biefstuksoort van de heer Robert Kranenborg. Kijk, nu haal ik de biefstukje van de stooflapje af. Hieronder zit het stooflapje. Baklap, biefstuk. Hier een biefstukje van een peesend. Helemaal even mooi schoonmaken. Twee ons uit één runderstomp. Van, wat zou die zijn? 75 kilo stomp. Maximaal. Dus dit stukje. Vraag daarna bij een slager. Een biefstukje van de peesend. Erg lekker. Maar ja, de meeste slagers benen ook niet meer uit. Dus die hebben het niet eens. Dus ga gewoon een echte slager die zelf uitbeent. Dat is de basis voor ons vak. En die uitbenen zelf, die hebben het altijd. Niet te veel, misschien 4 of 6 per week. Meer hebben ze niet. Dan moet je wachten, weer een week. Dus dit is de baklap van de peesendje. Een iets minder mals stukje
biefstuk. Wel heel veel smaak eraan. Die loopt altijd een peesje. Nou ja, die horen we even mooi eruit te halen. Kijk, je ziet ook het structuur. De structuur is ook grover. Is ook vaster in elkaar. Hier bij de biefstuk is de structuur heel mals, heel zacht. Het structuur, als we over structuur praten, de slagers, dan praten we over vleesvezels. Kijk, dit noem je structuurvezels. Kijk, grof, taai, minder mals. Als bij de hele mooie biefstukje, de haringbiefstuk, peesthendbiefstuk. Hier hebben we dan de haring. Als je een keer echt lekker soep wilt maken zelf, vraag bij de slager een haring met een mergpijpje. En daar trek je de allerlekkerste bouillon van. Een haring die heeft heel veel zenen in het vlees. Ik zal hem even in midden snijden. En van zenen maak je toch een hele mooie lekkere bouillon van. Kijk, hier zitten allemaal zeentjes. Kijk, en dat is gewoon smaak. Dit hebben we nog een stukje stoofflap over van de peesend. Die maken we schoon en daar kunnen we dan stoofflapjes van maken. Nou, nu gaan we de platte bil even schoonmaken. Hier een dikke zeen. Die gaan we weer bewaren voor in onze eigen bouillons. Elke donderdag gaan we weer kroketten maken. Dus dan hebben we goede, krachtige vleesbouillon nodig. Deze platte bil gaan we straks braden voor als rosbief in de winkel. En dan kun je mooi dun snijden, dan is hij erg mals. Hier de zijzeentje nog even af. Deze braden we in een pan aan, met veel boter. We doen alleen zout en peper op. En als we hem aangebakken hebben, gaan we in dezelfde pan met boter, leggen we in de oven. Op 160 graden. In dit stuk doen we 35 minuten in de oven dan. 160 graden in de pan, tot de kern van 54. Eerst aanbaden, daardoor krijg je smaak. Gewoon in boter. Niet de olie erbij, gewoon boter. Uiteraard, als we over boter praten, praten we uiteraard over boerenboter. Niet die halvriende, dat soort dingen, dat is geen boter. Tegenwoordig heb je veel items over gras gevoerd en graan gevoerd. Ik vraag mij altijd af, wat bedoelt men met gras gevoerd? Is het gedroogd gras, dus zeg maar hooikuil of gedroogd, geperst? De slagbeesten in Nederland die lopen bijna niet buiten. Wel de melkkoeien, die lopen wel buiten, een maand of zes maximaal. Het is toch jammer dat het niet anders kan in Nederland, anders houden ze geen gras meer over. En wij hebben natuurlijk weinig land hier in Nederland. Dus de beesten die voor de vleesindustrie gaan hier in Nederland, en die krijgen alleen maar, in mijn ogen, wat ik denk, gedroogd gras. Je hoort tegenwoordig ook heel veel over het graan gevoederd, vooral uit Amerika. Het vet is dan donkergeel. Als het met granen gevoederd is en met mais. Meestal zijn het granen. Hier in Nederland krijgen ze ook mais en kuilvoer. Kuilvoer wordt dan vers opgehaald van land. Wordt in de kuil gedaan, aangeperst in de kuil. En dan kun je 2 jaar goed houden. En daar krijgen de dieren dan eten van. Hier in Nederland. En ze lopen niet buiten. Nou, ik heb toch liever dan Schots vlees. Die zeg maar echt zelf moeten zoeken naar eten, naar gras, kruiden. Drinken doen ze uit de zee, dus dat is helemaal voordelig voor de boeren daar. Dus ja, en dit is echt uit de Oost-Nederlanden. En dat zou ik zeker aanraden om dat een keer te proberen. Dat zie je bijna niet in Nederland trouwens, uit de Oost-Nederlanden. Als slager zijnde zie je wel wat voor soort voeding die vaak gebruikt gekregen hebben. Of nou met mais is of met gras. Mais is toch geler, het vet. En gras is lichter van kleur. Het vlees. We kijken dan vooral naar het vet. Maar dat heeft ook met de rassen te maken natuurlijk. Hè. De ene ras is toch ook altijd ietsjes lichter van kleur als de ander. Als je een dikbil hebt, bijvoorbeeld een Belgische dikbil.
Nou ja, die zijn altijd best wel heel erg licht van kleur, het vlees. Heel vochtig. Nou, hier is de zijlende. Dit is de dikke lende. De zijlende werd vroeger ook regelmatig verkocht als imitatiehaas. Als de slagers geen ossenhaas meer hadden, dan pakten ze gewoon de zijlende. Het zal nooit zo mals zijn als een ossenhaas. Maar het is wel zeker een lekker stukje vlees, dat is het zeker. De baklap van lende, die op de dikke lende en zijlende ligt, vraagt er ook naar bij het slagen. Komt in de richting van peesend biefstuk. Erg lekker. Deze twee biefstukjes, als die slager apart uithaalt, twee hele mooie biefstukjes. Allebei rond de 2 ons. Hier hebben we de zijlende. Die halen van een dikke lende af. Hier hebben we een dikke zenuw tussen. Van vroeger uit werd het toch wel de imitatiehaas genoemd en af en toe verkocht als oshaas. Dat lijkt niet op elkaar, maar het is wel een mal stukje vlees. Maar als slagers geen oshaas vroeger hadden, werd er gewoon als oshaas verkocht. Maar ik denk nu niet meer hoor. Althans, ik hoop het niet. Ook zeker de moeite een waterkeer zijlende biefstuk proberen. De zijlende ziet er vrij grof van draad uit, maar het is het niet. Het is wel een heel mals stukje biefstuk. Een zijlende biefstuk. Zeker de moeite waard om een keer te proberen. Dan hebben we hier de dikke lende. Het is al een dikke stukje zeen aan de zijkant van de dikke lende. De lende wordt verkocht als rosbief of als een gewone biefstuk. Mag je niet vergelijken met een zijlende. Want de zijlende die we hier hebben, die is veel malser als de dikke lende. De dikke lende is gewoon de heup van het rund. En hier verkopen we hem als rosbief. Even de dikke zenen eruit halen. Nou, dit is weer voor de bouillon. Hier aan de voorkant zie je al structuur. Niet mals, zijn eraf. Dikke lende. Krijgen we hier de zijkant van platte bil. Die gebruiken wij voor kroketten ragout. Of voor gewoon ragout. Voor hun pastijtjes. En als klanten zeg maar, bij ons willen voor steek de taart, dan geven we dit altijd. Omdat hij is mager. En als je hem heel fijn snijdt en daar nog hakt, is het een hele mooie structuur. Echt een bite erop. Dus als je steek de taart wil eten, ga geen biefstuk pakken, geen ossenhaas, allemaal flauwekul. Die snijdt het toch, hou je niks over, veel te duur. Vraag aan de zijkant van de platte bil. Mooie grof structuur, mager, nou, dat is zo belangrijk dan. Eerst naar hele dunne plakjes, dunne reepjes en dan ga je kleine stukken snijden en dan hakken. Kijk, zoals je ziet, mooi grof structuur. Hij is nu erg taai, maar als je hem heel klein snijdt en dan hakt, super lekker. De jodenhaasjes doe je gewoon bakken als biefstuk. Dat is daar jodenhaasje bestemd voor. Zijkant platte bil voor steek de taart. Lief stukje. Heel mooi stukje braadvlees. Je kunt er vet er gewoon op laten. Geen probleem. Maar bij ons willen ze deze braadvlees even de vet aan de bovenkant eraf. Liefstuk, braadvlees. Dan hebben we hier de spierstuk. Aan de bovenkant gaan we de baklap eraf halen. Dus een baklapje is geen biefstuk. Iets minder mals, maar je bakt hem wel als een biefstuk. Als we de baklapje eraf halen, dan krijgen we de dikke kogel, de kogelspierstuk. Kijk, hier hebben we de kogelbierstuk. Hier komt de dikke plaat voor de rosbief. Dit is de pijplap, die gebruiken we voor tataar, filetmerken. Nou, een stuk hard zeentje, die gaat in de bouillon. Dus de pijplap die halen van de baklap eraf. Dan heb je natuurlijk ook wat je steeds meer ziet, de buffet biefstuk, de longhaas biefstuk. De jodenbiefstuk uit de schouder. Het is allemaal een iets grove structuur. De jodenbiefstuk dan niet. Maar de onglet, dus de longhaas. En de buffet. De kogelbiefstuk van de spierstuk.
gaan we nu van de dikke plaat afhalen. De kogelbiefstuk van het spierstuk bestaat uit twee delen. De dikke deel en de dun deel. Dus dit is de dikke plaat voor rosbief. En hier de kogelbiefstuk, de welbekende kogelbiefstukjes. Dat zijn maar twee stukjes kogel uit één pistola. Dus ze kunnen niet heel veel kogelbiefstuk verkopen. Dat is onmogelijk in mijn ogen. Maar ja, er gebeuren wel meer dingen in de supermarkt wat voor mij onmogelijk is. Wat toch gebeurt. Dus dit is de dunne kogel. Nou ja, je moet zo zien. Je hebt één heel pistola. Dus zeg maar een kilo 75 waar wij mee werken. Dan haal ik kogelbiefstukjes eruit. Totaal denk ik 2,5 kilo maximaal. Op één runderstomp van rond de 75 kilo. Dus hier hebben we de kogelspierstuk. Dit gaat er nog vanaf, dat zie je. Dat is iets te grof van draad. Daar kun je niks mee. Dus dit is een kogeltje. En die andere, uit de bovenbil, weegt ook een kilo. Dus ja, dat is niet veel. Je hebt een runderpistola. Dat is met ossehaas, antico en cote buff. Ribeye, zonder been, met been. En een stomp, dat is de lende, ossehaas, cote buff er vanaf. Dus alleen het dikke, bolle gedeelte met schenkel, dat is een stomp. En stomp met antico, ossehaas, cote buff, dat noemen wij runderpistola. En als daar nog de vang aan zit, dus waar de buffet biefstuk uitkomt, dan noemen we dat een achtervoet. Dus hier halen we dikke zenen vanaf, van een dikke plaat. Een dikke plaat voor rosbief. Anders is het... Voor biefstuk zou ik niet adviseren, is toch altijd wel ietsjes minder mals. En de structuur is niet zo als een buffet, die is ook minder mals. Je hebt ook iets andere structuur. Zo iets fijner. Maar een dikke plaat, nee. Het is gewoon aan stuk braden en dunne plakjes versnijden, dan gaat het heel goed. Hier de runde bovenbil. Die gaan we even schoonmaken. Hier de dekste van het rund, aan de bovenkant, die komt nu vrij. Mooi stukje vlees. Dat verkopen wij veel als in de winkel als rollade. Die binden we op. Hier al het deksel van de vastdeel bovendeel. Je kunt niks kapot maken, alleen maar vliesjes voren. Nou, gaat er niks stuk. Alles zit eraan met vlies. Bijkogel. Deksel, deksellip. Dit is nog een slotlapje. Die komt uit het schaambeen. Hier houden we de bijkogel deksel. Dat is ook een stukje biefstuk. Alleen wel een beetje opengemaakt. Er lopen nog wat zeentjes erin. Maar dat is wel een keer een leuk biefstuk om te beheren. Best een mals. De bijkogel van de deksel. Hij zit omgeven met vlies. Maken we nu schoon. Maar ook naar binnen toe heb je ook vliesjes. En als je die eruit haalt, is het een erg lekker biefstukje. Dus de bijkogel van de deksel. Vraag me aan de slager. En ik probeer gewoon een keer uit. Hetzelfde als de baklap van de lende, dikke lende. En de peezijn biefstuk. Kijk, hier zie je dat er wel enkele zeentjes in loopt. En dus eigenlijk, dit stukje is nog lekkerder als de sucade biefstuk. Alleen, dit stukje ook, ze hebben één in de beest. Dus ja, hier hebben ze niet veel van. Maar dit is ook een beetje een soort gepelde biefstukachtig. Dat is echt een typisch Belgische term. Daar doe je zeg maar de sucade, doe je pellen. En dat noemen ze dan de gepelde biefstuk. Dat betekent dat je met je vingers de dikke zeen uit de sucade eruit haalt. Zonder mes doen we dat. Ja, dan heb je over gepelde biefstuk.
kun je, dan maak je het vlees niet kapot. Een sucade heb je heel veel zeentjes naar boven, omlaag en dat soort dingen. Dat kun je niet mijden met een mes doen. Met de vingertjes volg je gewoon heel mooi de vlies en dan is hij gepeld. Daardoor de term gepelde biefstuk. Het is een mooi biefstukje, bijkogel van een deksel. Hij zit wel een beetje uit elkaar, maar dat komt gewoon omdat de vliesjes overal eruit is gehaald. Lijkt bijna op een gepelde biefstuk van de sucade. Alleen dit is lekkerder. Nou, hier hebben we de deksel. Deksellip, deksel. Die gebruiken wij voor een rollade te maken. Om dan in zijn geheel te braden voor de klanten zelf. Je kunt een braadrollade, een rosé-rollade. Eigenlijk kun je overal een touwtje mee doen. Dan heb je een rollade. Alleen, je moet wel weten waarvoor je hem gaat gebruiken. Als je een rosé-rollade gebruikt, dan moet je niet een deksel pakken. Maar dan pak je een stukje, bijvoorbeeld een staartstuk met een randje vet. Maar als je van een deksel gebruikt, dan maak je hem gaar. Anders zou hij te taai zijn. Dat is ook niet de bedoeling. Hier heb ik de bovenbil. Dit lijkt een heel mooi stuk vlees, maar eigenlijk is het het niet. Het ziet er indrukwekkend groot uit. Alleen dit stukje, de kogel van de bovenbil, dat is de mooiste. Dit stuk is vrij minder mals biefstuk. En dan praten wij over de gewone biefstuk hier in Nederland. Je hebt de kogel bovenbil en je hebt de kogelspierstuk. En de kogel bovenbil, die we nu gaan schoonmaken, die is malser als de kogelspierstuk. Maar dat zijn de enige twee delen die wij als slager mogen verkopen als kogel. Dus je mag maar 2 kilo verkopen uit een stomp van 75 kilo. Er gebeuren ook geen sancties, alleen als consument zijnde proef je het wel. Dus dat betekent gewoon, ja, dan kom je er niet meer. Of vraag gewoon de volgende keer naar de slager, joh, doe mij een lekker pees aan het biefstukje. Of baklap, zijlende, van de zijlende, van de dikke lende. Hier is de kogel bovenbil. Hier zit nog een ader tussen. Kijk, nu gaan we die. Hier zie je het heel goed. Hier hebben we dan de kogel bovenbil. Dit is de bovenbil. Hier worden de gewone biefstukken vanaf gesneden. Maar minder mals. Het ziet er heel mooi uit, maar is het niet. Nou, deze valt nog mee hoor, trouwens hoor. Dat voel je al. Dus de zijkant is nog vrij mals zelfs. Maar deze heeft ook afgehangen. Gerijpt 2 weken. En ja, dat voel je gewoon altijd. Het is eigenlijk goed hetzelfde. Maar als je rijpt heb je altijd voordeel. En ook van deze ras. Dus heb je Engels ras. Is ook echt een ras voor vleesvee. Qua smaak, qua structuur. Maar ik zie wel, ik voel wel dat hij toch wel mals is. Maar komt beter door het afhangen hoor. Trek je nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.